Middeleeuws Brugge was vol muziek. Overal klonken stemmen, geluiden en melodieën. Reinhard Stroom, een Engelse muziekhistoricus, heeft in een mooi boek over het middeleeuwse muziekleven in Brugge geschreven over de soundscape van Brugge. Het klanklandschap, kun je dat noemen. Luidende klokken, hier en daar een straatzanger, kooplieden met hun alles overstemmende marktroep, verfijnde meerstemmigheid in de kerken en kapellen door de beste muzici van Europa. Midden tussen die rijkdom klinken ook de 150 liedjes uit het Gruithuse handschrift. Klinken, want het zijn teksten met muzieknotatie. Het is zelfs veruit de omvangrijkste collectie Nederlandse liederen met melodie uit de middeleeuwen. Maar toch eerst iets over de teksten. Ze gaan over de liefde, maar ook over religieuze zaken en er zijn zotte of gekke liederen. De liefdesliederen weerspiegelen een nieuwe moraal die afwijkt van wat in de hoofse adellijke kringen gebruikelijk was. Het gaat niet langer om stand, maar eerder om gelijkgezindheid. Voor een goede match tussen de partners moeten zij hetzelfde temperament hebben. Ondertussen is het ook wel van belang dat je weet hoe je je moet gedragen. Lichtzinnigheid is uit den boze. Zo blijkt heel duidelijk uit een van de lange gedichten. Het personage Jeugd, een onbezonnen zanger en maker van liedjes, schrijft teksten die wel modieus lijken, maar nergens op slaan. Nee, dan beter doen zoals de diepzinnige hoofdpersoon. Hij schrijft liedjes die ontroeren en van wijsheid getuigen. Hij wordt dan ook uitverkoren tot heer van de burcht, tot hij uit hoogmoed roekeloos wordt en de burcht moet verlaten. De krachtige groepsnormen blijken ook uit de zogenoemde zotte liederen over stomzinnige kerels, vrijende monniken en nonnen, marskramers die op seks uit zijn. Ze kunnen bespot worden, over hen mag je lachen, met de lach die het eigen gelijk benadrukt en die bevrijdend kan werken. Maar hoe bijzonder de inhoud van de liederen ook is, het feit dat de melodieën bekend zijn, is pas echt een zeldzaamheid. Uit de middeleeuwen zijn maar weinig liedverzamelingen bekend met zoveel melodieën. De manier waarop ze genoteerd zijn, is heel eenvoudig. Kleine streepjes op eenvoudige notenbalken. Streepjesnotatie heet dit notenschrift. Ze geven een aanwijzing voor de melodie, al is het helemaal niet zo eenvoudig de liederen te zingen. Voor veel liederen is de melodie zelfs niet met zekerheid vast te stellen. De lengte van de noten is onduidelijk en dat geldt ook voor de toonsoort en de hoogte. Uit wat wel gereconstrueerd kan worden, is duidelijk dat het om innovatieve melodieën gaat. De liederen passen in de modieuze trend die vanuit Frankrijk was overgewaaid. Op die manier sluiten ze veel dichter aan bij de geraffineerde meerstemmigheid die in de kapellen en adellijke huizen klonk, dan bij de volkse liedjes die op straat te horen waren. Hoe dat concreet moet klinken is nog weer een verhaal op zich. Ook als de noten ontcijferd zijn, heb je niet meer dan een eenvoudige melodielijn, die misschien niet eens bedoeld was om helemaal te zingen. Delen van de melodie waren eerder bedoeld als voor- en naspel. Bovendien werden de liederen 600 jaar geleden met instrumentale begeleiding gezongen. Werd er hier en daar iets herhaald en klonk er soms een tweede stem. Hoe weet je dan wat je moet doen met die lastige streepjesnotatie? De muzikanten van toen improviseerden waarschijnlijk zoals pop- en jazzmuzici dat tegenwoordig doen. Dat moet je dus doen als je die Gruithuse liederen nu wilt uitvoeren. Er zijn muzikanten die zich hebben gespecialiseerd in die middeleeuwse liederen. Zij weten welke instrumenten gebruikt werden en hoe er geïmproviseerd kon worden. En ze hebben die paar notenbalken. Hoe dat in de praktijk zou kunnen klinken, laten we zo horen voor een liedje over de uil. Het gaat over een rusteloze minnaar die het geluk niet kan vinden. De tekst zegt: wie ervan houdt 's nachts te jagen, lijkt op een uil die zich schuilhoudt bij dag en als de maan schijnt. Hij kent geen rust, omdat hij er steeds op uittrekt. Zijn lijfspreuk is: hoop is een illusie.
Daarom schuwt hij het felle licht en leeft hij liever bij het licht van lantaarns en kaarsen. Een mooie tekst, maar nog mooier als hij gezongen wordt. Het ensemble Falla Musica heeft uit de noten een lied gemaakt. Het begint met een inleiding waar de stem klinkt, nog zonder tekst, maar wel al begeleid door een vedel, de middeleeuwse voorloper van de viool. Dan begint de tekst en de instrumentale begeleiding wordt opvallender. Vedel en fluit ondersteunen de stem. Zo wie bij nacht de gerne vliegt, hij slacht den huurhane, die hems daags uit den ogen doet. Rusten en de pais hem dikkend liegt, van vele bij nachten te gane. Zo wie bij nacht de gerne vliegt, hij slacht den huurhane. Zien zank, zien roep, dat's waan bedriegt. Dies schuwt hij zonne en de manen. Lanterne en de keersen waren hem goed. Zo wie bij nacht de gerne vliegt, hij slacht den huurhane, die hems daags uit den ogen doet.